Welkom bij een nieuwe video van DG Eventing. Vandaag gaan wij op springconcours in Raalte. Dat is slechts 5 minuutjes van onze stal af. Dus lekker een thuiswedstrijd, ik kan niet zo ver rijden. We starten in de klasse L paarden. Dat is de 1,10 meter. We hebben Shoppy al ingeladen, zoals je kan zien. Veel kijkplezier! Zondag. We hebben het paard erin geladen en de spullen weer bij ons. En we gaan naar de tweede dag van het springconcours in Raalte. We starten vandaag weer een rondje in de klasse L, de 1 meter 10. Ja, jumps are the beat of Andrew.
Dit was voor Isa Vendel, naast de 10 standpunten in het boer. Er komen bij 2 tijdpunten, maakt het aan van 6 standpunten in de tijd van 56.15. En dan is nu nog dat we gaan delen van de Chocolate Spirit. Dit is een afstandeling van delen in de wereld. Dit was voor Isa Vendel, waar ze de 4 standpunten in de koer. Er komen bij 2 kruidenkanten, waar ze dan de 6 standpunten in de tijd van 56.15. En dan is nu vast aan elkaar het delen van de met Jumping Spirit. Dus de afstandeling van delen in de video is gekomen uit. En dit was de leden van de groep met 4 standpunten binnen de tijd. Thuis van het concours in Raalte, dag 2.
Sjappie had net als gisteren een balkje in het basisparcours. Maar toch een winstpunt, dus we zijn er erg blij mee. Bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te drukken en te abonneren op mijn kanaal. En dan zijn we volgende week terug met een nieuwe video. Doeg!